Fidère die een bericht van Danny deelt of een retweet van iemand anders van een bericht van Danny waarbij Danny is een held. En dan zie je al die figuren ertussen reageren. Ze reageren al bij Fidère. Dus ze zijn al dat smerige zooitje. Ze zijn al die racisten die zichzelf beter voelen, bang voor andere mensen zijn. Maar hè, dan krijg je er zo eentje. Een of andere Renéetje. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar dat komt ook omdat ik elke dag op mijn werk met veel mensen van buitenlandse kom af. Er is wederzijds respect. Met sommigen ben ik bevriend. Maar hè, je bent elke dag met mensen aan het werk. En met sommigen daarvan ben je bevriend. Helemaal weer hokjes plaatsen. Helemaal weer hun zien als anders. Ik mag ook niet weten hoe je ermee om moet gaan, maar met ze communiceren. Met sommigen ben ik bevriend. Praat ik mee in de pauze. En het is, krijg je er nog eentje. Dr. Sheldon van Fidère, nog zo'n kankerracist. Daarom precies zijn boeren en geïsoleerde wappies. De fanatieke tegenstander. Die weten niet eens waar ze het over hebben. Dan heb je Gozijn, een of andere piraat. Dat vind ik, is echt de kers op de taart. Geen menul over wie hij het heeft. Maar hij vindt het. Over die jongen die, ik kan geen buitenland spreken. En een andere lompe boer. Die gewoon, daar staan ze dan met z'n allen. Al die witte spoken. Boos aan het doen naar allemaal asielzoekers. Die daar niks hebben. Maar aan het wachten zijn tot ze geholpen worden. Komen al die witte spoken. Al die witte geesten. Als boeren gedragen ze zich ook nog. Staan daar allemaal in te wijzen. Jullie moeten weg. Maar dat een Fidère dat dan deelt en doen alsof ze niet racisten zijn. Ja, zodra je weet wie Fidère is, dan weet je dat dat racisten zijn. Dan hoef je er niet omheen. Wappies zijn zo nutteloos en dom, dat is het. Want hij heeft een titel geplakt aan een hele groep en dat is wappie. Ja, die wappies doen ook mee hoor, ik ben een wappie. Allemaal niet goed in hun hoofd. En dan heb je Just a Girl. Een of andere opperracist. Ik heb afgelopen maanden er juist talen bij geleerd. Welke taal heb je erbij geleerd? Welke taal heb jij erbij geleerd? Gooi het zelf weg, joh. Buitenlands is ook super lastig. Het staat zelfs niet in de talen van Google Translate. Ja, nou, dit zijn allemaal basisschool, blijven hangen niveau. Aankijken. En zodra ze dan grappig willen doen of zo, is het niet grappig? Maar dan heb je er wel twee die het een hartje geven, want die zijn ook niet grappig. Zijn zelf ook gewoon racisten. Heb je er hier een? Welke bubbel leven deze mensen? Nou, die bubbel die gecreëerd is. Want, ja, het is toch een klein dorpje. Waar nou net zoveel mensen in geplaatst gaan worden als dat er al zit. Ik overdrijf, hè, want dat doen hun ook. Maar het is gewoon belachelijk. Dat die Danny die heeft al een aflevering gemaakt met die racisten. Zichzelf beter voelen en alles is gek en is niet zo. Want kijk maar, de overheid zegt dit. Je kan het die site van de overheid, daar staat ook precies hoe het werkt. Dus wat jullie allemaal aan het vertellen zijn. Plus dat Fidère gewoon slachtoffers heeft. Binnen het geheel. Omdat ze erfenissen aan het stelen zijn. Destinies aan het stelen zijn. Danny die heeft niet gepraat over de mensen waar Fidère niet over praat. Dus zogenaamd zijn nu alleen maar de gekken en de wappies op internet. Is waar Fidère over praat. Dus niet Chris, niet een Inger de Bruin. Niet een Joey, niet een Brabo. Niet die hele groep wat daar allemaal omheen hangt. Met een Aalke en weet ik het allemaal. Dat is allemaal niet de Fidère-achtige materiaal. Die zijn allemaal veel gekker. Die 2 jaar tijd heeft Inge gewoon. Die was 10 keer zo gek als die Maria met haar huilen en weet ik het allemaal. Al die vrouwen bij elkaar, dat was Inge. Hetzelfde met al die mannen die belachelijk gemaakt worden. Die jurist
En met zijn kinderen, de dingen waar ze hem daarop belachelijk maken. Het zijn allemaal dingen waarop Chris de Haan, Chris Volgers ook gewoon belachelijk gemaakt kan worden. Ze moeten niet naar mijn kinderen komen! En die andere die heeft het over echt erin smeren. Hè? Vaders die niet naar binnen toe mogen bij het zwembad. Echt de opstokers, de opjagers. Het vangnetje en het je ernaf. Dat mag zogenaamd allemaal blijven leven. Maar dat is wel wat Danny leuk mee doet. Danny heeft ook mijn foto in beeld gebracht toen hij het over een stukje van Mita had. Heb ik geen toestemming voor gegeven. Heb ik ook geen geld voor gekregen. En ondertussen word ik daar dus ook weer geschetst alsof ik een de wappie ben. Terwijl ik dit hele gebeuren aan het benoemen ben. Wat er allemaal aan het spelen zijn. En die vieze fascisten, racisten, wat voorbij BN'ers gaat. Die zijn hiermee bezig. En die zijn dan allemaal aan het doen alsof ze geen racisten zijn. Als je ermee te maken hebt gehad, dan weet je. En als jij weet wat racisme is. En je kijkt naar hun. Echte negers om hun heen, toch? Die echte.